Welkom. We gaan vandaag een opgave maken met behulp van Binnenstabel 83D. Naar de zuurstofverzadigingsdiagrammen gaan we kijken. En dat blijkt nogal lastig te zijn voor veel mensen in VWO. Dus we gaan hier kijken naar die Binnenstabel. Ik zie dat mijn geluid een beetje, of dat mijn film achterloopt bij het geluid. Maar gelukkig kan je gewoon goed meekijken in je BINAS en hoef je niet naar mij te kijken. Oké, wat gaan we doen? We gaan kijken naar deze boorkrommen. En wat is de vraag? Die zie je hieronder staan. Hoeveel meer zuurstof wordt er in actief weefsel afgegeven in vergelijking tot passief weefsel? Wat is de truc hier? Wat moeten we doen? De truc is dat we moeten eerst kijken hoeveel zuurstof zit er in het bloed wat uit de longen komt. Dan gaan we kijken wat er aan zuurstof overblijft als dat bloed in actieve of een passieve weefsel is geweest. En het verschil daartussen, dat is het verschil waar hier naar gevraagd wordt. Dus dat gaan we stap voor stap doen. Je ziet hier longen, weefsels, passief en actief. Je ziet er veel gegevens. We zetten het even op een rij. En ik verschuif mijn hoofd in de tussentijd even. Zo, ik zoom in op 83D. We moeten rechtsbovenin die grafiek moeten we lezen. Want we hebben verschillende CO2-concentraties of drukken eigenlijk. Als we het in kilopascal hebben. En ik heb hier de gegevens op een rij gezet. In de longen 14 kilopascal zuurstof en 2,7 kilopascal CO2. En dan kan ik dus dan kan ik een zwarte lijn trekken. Zo, en dan moet ik eerst aflezen. Ik heb inmiddels, zoals je ziet, alles netjes op een rij gezet. En hoe komen we nou achter het antwoord? We moeten dus weten, wat is de verzadiging van het bloed in zuurstof als het de longen uitgaat? Als het de twee weefsels uitgaat en het verschil daartussen moeten berekenen. Dus wat moeten we doen? Nou, het antwoord is L min WA min L min WP. En WA staat natuurlijk voor actief weefsel en WP staat voor passief weefsel. Dus we gaan dit netjes aflezen. We hebben de gegevens op een rij gezet. Dat is handig om te doen. En we moeten hier eerst die groene lijntjes neerzetten, wat ik dus voor jou al gedaan heb. Hoe kom ik daarbij? Nou, actief weefsel 3 kilopascal aan zuurstofdruk. Dus ik trek een verticale lijn trek ik op 3 kPa. En ik trek, en waar moet ik nou aflezen? Ik moet aflezen op de groene lijn. En waarom moet ik die groene lijn gebruiken? Omdat die 8 kilopascal is en dat is ook gegeven. Dus daar kom ik uit op mijn ei als ongeveer op 28% zuurstofverzadiging. Dan doe ik hetzelfde met mijn passieve weefsel. Oh, dit is dan hetgene aan zuurstof wat is achtergebleven in percentage. Niet vergeten. Dus ja, het bloed heeft dus, wat is het, 99 min 28% zuurstofverzadiging verloren. En die zuurstof is afgegeven aan dat actieve weefsel. Dan doen we hetzelfde met het passieve weefsel. Ja, dan gebruiken we alleen een andere lijn. En dat is voor velen vaak onlogisch. Maar dat is ook gewoon een andere situatie. Want we hebben hier passief weefsel. En daar mogen we best een andere lijn voor gebruiken. Kijken we even. Ja, passief weefsel 5,3 kilopascal. Dus moeten we de blauwe lijn gebruiken. En om het makkelijk te maken heb ik mijn lijnen dus ook maar blauw gemaakt. En 6 kilopascal aan zuurstof. Dus bij 6 kilopascal aan zuurstof trek ik een verticale lijn naar boven. En op het moment dat hij de blauwe lijn kruist, ja, dan snij ik hem horizontaal. Snij ik hem af. En dan kom ik op pak een beet 78%. En ook hier hebben we weer een verschil. Nou, het verschil daartussen is dit verschil. En dit is dus dit is wat er meer aan zuurstof is afgegeven in actief weefsel in vergelijking met passief. Ga ik het netjes invullen. Ja, 99 min 28 min 99 min 78. Dus kom ik uit op 71 min 21 is 50%. En dan moet je even wakker worden, want dan is vaak is het antwoord, hè, moet je geven in milliliters per liter. Dus milliliters zuurstof in liters bloed. En dan moet je dus even hier naar boven kijken. Bovenin je tabel staat 100% zuurstofverzadiging komt overeen met 20 milliliter per 100 milliliter bloed. Dus zet dat antwoord even netjes om. En dit moet met andere gegevens nou ook lukken. Goed, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ja, kijk nog een keer rustig naar mijn gegevens. En kijk bijvoorbeeld ook eens naar een andere video. Hier zo, andere kant op. Hier zo zal ik een video laten zien hoe zit dat nou.
met die zuurstofafgifte en die CO2-afgifte in de longblaasjes. Of like deze video, of anders dan word je gewoon subscriber. Hey, heel veel succes!